Het is hem. De aftrap van Fabulous February. De maand waarin we 491 games gaan reviewen. En we beginnen met Dying Light 2 Stay Human. En die was 500 uur, beloofden de Polen ons. Die hebben jullie in drie dagen dus ook gedaan, die 500 uur toch? Volledige 500 uur in drie dagen. Drie dagen en nachten. Drie dagen en nachten, inderdaad. Het zijn drukke tijden. Dying Light 2 Stay Human, de opvolger van de vorige Dying Light, zombie games. Best wel hoog ingezet, ook door de maker Techland. Het kwamen met allerlei ronkende PR-berichtjes. Het zou vet worden, 500 uur, wow, fantastische verhalen. Dat was niet heel handig. Dat was niet heel handig. Nee, hè? Daar schrok een hoop mensen van. En toch wel een aantal keer uitgesteld. Moet je ook even rekenschap geven aan het feit natuurlijk dat Techland in het verleden vaker games heeft afgeleverd die toch wel een beetje buggy waren in het begin. Dus vroegen we ons met z'n allen af, hoe gaat dit product zijn? Jullie hebben het allebei hebben een code gekregen. Daarbij moet ik nog even mijn grote dank toebedelen aan MSI. Want ik heb ze gebeld, ik heb ze gemaild, ik weet niet wat. Ik ben naar Polen geweest. Geen antwoord. En we zijn niet de enige in Nederland die dat hadden. Dat hoort bij die 500 uur, hè? De trip naar Polen om de code te krijgen. Jongen. Ze willen groot zijn, maar dan gaan ze zeggen, nee, we gaan de PR allemaal lekker zelf doen. We gaan het allemaal lekker zelf doen. Heb je in Nederland een fantastische partij die dat voor je komt? Nee, we gaan het lekker zelf doen vanuit Polen. Nou, MSI had gelukkig dan nog wel codes op de PC, wat zeker wel een voordeel kan zijn grafisch. Dat klopt. Dat klopt, inderdaad. Maar we gaan inhoudelijk nu de komende minuten, en het zal eventjes duren, in op de game. Het verhaal. Waarom? Waarom is deze game? Waarom? Het speelt zich volgens mij een enkele of aantal jaren af na de gebeurtenissen van deel 1. Mm-hmm. In deel 1 was je ineens in een soort van zombie-apocalypse. Nu ben jij een gast die een soort van, letterlijk als pelgrim, een soort van pelgrimstocht moet doen naar een andere stad waar je op zoek bent naar jouw zusje. Ja. Omdat jullie vroeger onderdeel waren van enkele ziekelijke experimenten. En jij wil je zusje nu vinden. En wraak nemen op de gast die op jullie geëxperimenteerd heeft. Dat is een beetje de basic. Dan begint het natuurlijk met een openingsmissie waar je nog niet in de stad bent. In Villador in dit geval. En wanneer je daar eenmaal door die openingsmissie heen bent, dan opent de stad zich voor je. En dan krijg je alle mogelijkheden van dien. Die horen bij Dying Light. En dat vertaalt zich vooral naar heel veel freerunnen. En heel veel, wat Skate gisteren ook ineens ontdekte, de flying kicks op de gezichten van zombies. Ja, nee, het RPG-gedeelte inderdaad. Of de mogelijkheden om je combat, maar ook je freerunning, je parcours skills uit te breiden via skill trees en dergelijke. Maar dat is natuurlijk maar een klein onderdeel van een grootse game, hoor. Ik bedoel, de dynamiek die er ook heerst tussen verschillende facties. Je hebt te maken met de peacekeepers, die in hun gedeelte van de stad zitten. En je hebt de survivors, die ook weer gewoon in een bepaald gebied zitten. En je hebt ook nog de renegades, die later hun intrede doen. En dat zijn een beetje de klootzakken die eigenlijk alles en iedereen kapot willen maken. Ja. En er is een moeizame band tussen de peacekeepers. Een soort van, hoe noem je zoiets? Een autocratische militie? Ik vond ze het beste vergelijken. Als je Fallout kent, dan is het een beetje de Brotherhood of Steel. Gewoon de militaire pappies tegenover de survivors. De Minutemen, de werkval, de mensen die gewoon in kleine communities aan het overleven zijn. Precies. En op zich kunnen ze met elkaar door één deur, maar er is wel frictie. En gaandeweg, hè, naarmate het verhaal voordert, merk je toch van, oké, shit's gonna hit the fan. Mm-hmm. Eerder vroeg dan laat. En jij bent daar ook een spil in. Want jij krijgt de mogelijkheid ook binnen dat verhaal om kanten te kiezen. Als je dat al zou willen. Blijf jij Zwitserland? Blijf je neutraal? Dat kan. Op een gegeven moment kun je ook namelijk gebieden binnen de stad vrijspelen en toebedelen aan ofwel de peacekeepers, ofwel de survivors. Ja, dat is wat je net aan beelden al zag, inderdaad. Je krijgt er dan op het moment dat je een watertoren of een electrical substation, nou, hier toevallig de electrical substation,
op het moment dat je die bevrijd hebt, of dat je die hebt vrijgespeeld, dan kan je kiezen van oké, assign ik hem naar de Peacekeepers of naar de Survivors. En dan hoort daar een bepaalde bonus bij. Ik kreeg heel erg het gevoel, of tenminste wat je duidelijk merkt, is de upgrades die je krijgt bij de Survivors, dus zeg maar de rechtertak in dit geval. Dat was heel erg geënt op het freerunnen en het overleven en het kunnen vallen van gebouwen en dergelijke. Ja, hoog. En hoogte ook. Precies. Vaak. En de Peacekeepers is heel erg van oké, auto-alarmen en grote bommen op straat en UV-stralen dingen en weet ik veel wat allemaal. Dus meer een soort van je overleven tegen het kunnen overleven tegen de zombies. Mm-hmm. Versus het kunnen. Het snel kunnen rondbewegen door de stad. Ja, want dat is ook het ding natuurlijk. Je hebt de dag- en nachtcyclus die van groot. Die grote impact hebben op de game mechanics. Want overdag is het zo dat de zombies, de infected, eigenlijk in alle gebouwen in een soort van ruststand zijn. Ja. Dan is het verstandig om niet naar binnen te gaan. Dat kan wel, maar dan moet je veel sneaken en dergelijke. Dan zijn er veel meer binnen. Er zijn heel veel binnen, inderdaad. En niet zo heel veel buiten. Dus je kunt dan veel meer over de grond manoeuvreren en dergelijke. Al zul je dat later steeds minder doen, omdat gewoon op daken rondlopen en freerunnen, parkour doen en met een beetje upsilent of weet zoiets, met zo'n parachuteachtig ding, gewoon door de lucht gaan. Handgliders, nou ja, zoiets. Het is gewoon veel leuker. Maar 's nachts komen die freaks. De freaks come out at night. Mm-hmm. En dat is dan wel het moment om bijvoorbeeld die huizen te betreden. Ja. En dikke loot te krijgen. Want dat was een beetje een hekelpunt. Van, ja, 's nachts is het, waarom zou je in godsnaam 's nachts rondlopen op straat? Weet je wel? Is dat wel interessant genoeg? Als al die zombies, de infected buiten zijn. Nou ja, ze hebben ervoor gezorgd, Techland, dat er 's nachts genoeg te doen is en genoeg te halen valt ook. Ja, dat was het grote ding met deel 1 versus dit deel. Heel erg inderdaad die dynamiek van 's nachts. Kijk, het was heel leuk om 's nachts die game te spelen of de game te spelen en dan die nachtsessies zeg maar te hebben. Mm-hmm. Maar er was weinig incentive om er juist in de nacht op uit te trekken. Anders dan, oké, dan zijn er meer zombies en dan word je achterna gezeten. Nu heb je echt, als je in een donker gebied komt, want je bent in principe infected. Mm-hmm. En de manier waarop die infectie echt tot uiting komt, is als jij jouw tijdbalkje, je ziet dat doodskopje in het midden met een soort van klokje wat loopt. Als die helemaal leeg is, dan ben je en dan word je dus letterlijk een zombie. Omdat je al gebeten bent. Maar het zijn in het licht of het zijn in dat UV-licht. Dat zorgt ervoor dat jij niet turnt. Ze gaan niet makkelijk dood, moet ik zeggen. Nee, maar dat kan ook. Ja, het zijn er gewoon veel tegelijk op dit moment. Ja. En ik vind het gewoon lekker om niet te sneaken in deze game. En juist ook een beetje te beuken. Want dan kun je al die corpses kun je looten. En dan krijg je weer dingen mee waar je kan craften en dergelijke. Ja, nou was dat mijn grootste obstakel om uiteindelijk die game aan mezelf toe te bedelen. Want die macht, als het ware, zou ik kunnen hebben. Want er zitten niet echt veel schietwapens in. Het is parkour waar ik zelf niet zo'n liefhebber van ben. En in het begin is het heel veel slaan en schoppen. En op een gegeven moment gedurende de game krijg je ook inderdaad materiaal om mee te slaan. Op een gegeven moment krijg je ook een boog om op afstand wat te doen. Maar het is zeker niet een Days Gone of een Back for Blood, waarbij je met shotguns en M16's tekeer gaat. Wat het soms best lastig maakt, omdat die zombies naarmate de game, in het begin zijn ze makkelijk, maar op een gegeven moment gaan ze ook ontwijken, worden ze wat lastiger. Ja. Kan het best wel pittig zijn. Ja, niet alleen de zombies, ook gewoon de mensen. Ja. Of het nou de Peacekeepers zijn, of de Survivors, of de Renegades, die echt gewoon met zwaar bepanserde armor en dergelijke aankomen en ook hard kunnen slaan en daarmee ook 40-50% van je health bar gewoon wegmappen. Weet je, dat is lastig. Dat is absoluut lastig. Niet, trapte ik toevallig het verkeerde. Nou ja, ik bedoel, ik ga geen parallellen trekken, maar met name Skate heeft deze week natuurlijk ook nog een andere boop-ass game gespeeld. Dit is natuurlijk geen boop-ass, maar je bent wel hand-to-hand combat aan het doen. En hand-to-hand combat werkt, is sowieso moeilijk. First party hand-to-hand combat. Je hebt de co-op even erbij. Ja, natuurlijk. Dat is altijd lastig als de gameplay, de besturing niet lekker werkt. Nou, kijk, en dat is een beetje een ding waar ik uiteindelijk ook heen zou gaan met deze review. Mm-hmm. Dit is subjectief een hele leuke game. Ja.
ondanks dat objectief gezien, ja, steekt bijvoorbeeld echt het hand-to-hand heel goed in elkaar. Nee, was dat in deel 1 ook al het geval? Niet per se. Nee. Maar slaat het wel alsnog, is het lekker rammen, lekker beuken, lekker flying kicks uitdelen? Ja, ja, is dat fucking lachen? Absoluut. Dus ja, dat is een beetje het ding. Van, het hoeft niet per se super solide te zijn en dat die animaties allemaal maar perfect zijn. Nou ja, het is dus niet gamebreaking in de zin dat je gewoon vastloopt. Nee, absoluut niet. Omdat je niet voorbij vijanden komt, omdat de mechaniek niet meewerkt. Nee, en waar ik een beetje bevreesd voor was, want ik bedoel, kan natuurlijk wel een beetje online zitten kijken in de aanloop naar de release. Veel mensen hadden al voor day one de game al flink doorgespeeld natuurlijk. Ja. Wij niet, omdat we de game pas gewoon op release hadden. Ja. Maar ja, gamebreaking bugs en dit is slecht en dat is niet goed geoptimaliseerd en dat klopt niet en... Je ziet wel dat inderdaad gewoon al die development problems die er zijn geweest in de afgelopen jaren, dat die tot uiting zijn gekomen. En ik zit hem gewoon vanaf day one te spelen. Weliswaar, ik heb hem 2 keer opgestart op day one, zeg maar. 2 lange sessies. Ja. En ik kreeg ook 2 updates. Mm-hmm. Dus en de tweede dag kreeg je ook een update. En de derde dag kreeg je ook een update. Dus, De Techland is, they're on it, weet je wel. Ja, nee, dat snap ik. Dat is ook een reden. Hè. Bedoel, ik heb gewoon 0 bugs, heb ik gewoon. Nee, maar dat lees je ook wel veel. En dat komt gewoon, omdat wij reviewen pas vanaf dag 1. Gewoon omdat je weet dat die day one patch er is. Plus dat je wil weten, als het multiplayer heeft of server-based is, of het werkt. Ja. Nu heeft het een perk. Die journalisten die heel vroeg zijn begonnen, die kregen ook al de mededeling. Jongens, er zitten nog wel wat bugs in, met name de PC-versie. Dat wordt allemaal op dag 1 gefixt. Ja, dat hebben wij erbij gehad. Dit is wat je krijgt. De parcours, ook daar weer belangrijk. Dat moet strak en tight zijn. Anders spring je de hele tijd verkeerd. En niks is vervelend om de hele tijd weer overnieuw te moeten beginnen. Omdat je gewoon iets niet haalt wat je wel zou moeten halen. Hoe werkt dat? Nou ja, helemaal in een game waar parcours, zeg maar, 50% van de game is, dan moet het goed werken. En dat werkt in principe ook hartstikke goed. Je hebt wel nog eens soort een beetje awkward momenten dat je ergens heen probeert te springen. Of juist ergens niet heen probeert te springen. True. En daar wel heen gaat. Ja. Dat je een muurtje probeert te springen en dat hij ineens begint te wallrunnen. Dat soort dingen. Mm-hmm. Maar dat neemt niet weg dat als je het eenmaal in de vingers hebben. Want het is ook wel echt een kwestie van in de vingers hebben. Want heel veel moves, als je met een controller speelt, en ik vind het wel echt een controller game ook, heel veel moves zijn RB en LB based. Dus je bent eigenlijk heel vaak een combinatie aan het doen van die 2 kleine triggertjes, zeg maar, bij je wijsvinger. En dat is even wennen, want soms heb je, oké, ik spring met RB en dan moet ik 2 keer op LB drukken om een flying kick te doen. Maar ik spring met RB op een randje en ik druk 1 keer LB en dan maakt hij een soort van verre sprong. Dus dat zijn aparte combinaties die vaak even wennen zijn. Ja. Maar als je dat in de vingers hebt, dan werkt het in principe goed. Wat ik zei, je hebt wel enigszins nog momenten dat het wat awkward is. Kijk uit, skate! Boom! Nee, absoluut niet dat ik dat zeg tegen hem. Jullie spelen het nu in co-op. Is dat leuker dan singleplayer? Ja, nou, het co-op is het fun. Ja. En singleplayer is meer van, oké, ik ben een verhaal aan het doorlopen. Okay. Nou, laten we even naar het verhaal toe gaan. Ik heb met name heel veel reviews ook gelezen. Ook comments van mensen die het al aan het spelen. Want de game is natuurlijk al een paar dagen uit. En over het verhaal waren mensen een beetje mixed. Van, het is niet verkeerd, maar om nou te zeggen dat het echt loeispannend is en het ook bij je blijft. Plus dat bijvoorbeeld de characters, er zitten een aantal bij die echt wel wat met je doen. Ja. Maar ook heel veel gezichtloos. Hoe kijken jullie daar tegenaan? Nou, het is voor mij, het is niet op het niveau van The Witcher. Absoluut niet. Nee. Het is... Het is iets platter allemaal, maar it does the job. In die zin van, het is nou eenmaal een grote wereld en er komen heel wat mensen langs. Mm-hmm. Het is niet zo alsof we maar met 3-4 hoofdrolspelers te maken hebben. Nee, je hebt te maken met een groep survivors. Je hebt te maken met een groep peacekeepers. En daar onderhoud je allemaal contacten mee. En dan ga je weer bij die guy op bezoek die iets voor jou kan betekenen en vice versa. Dus... En die weten allemaal van elkaar uiteindelijk van, hey, jij hebt met die gepraat, vuile verrader en dat soort shit. Ja, dus kijk, ze hebben allemaal wel hun inbreng. De ene wat belangrijker dan de ander. De ene wat beter geschreven dan de ander. Ja. Kijk, als je op een gegeven moment halverwege de game Rosario Dawson tegen het lijf loopt, weet je wel. Gewoon gerenommeerde actrice. Dat maakt ook wel meteen wat meer impact. De manier waarop zij acteert en haar lines delivered en dergelijke. Het is allemaal iets... Het doet wat meer met je. Het is wat geloofwaardiger allemaal dan wanneer, weet je wel, je buurman bij wijze van spreken gewoon eventjes op de koffie komt. Weet je, maar... Ja.
ja, niet alles is even sterk geschreven. Niet alles is even sterk uitgevoerd. Bepaalde characters doen gewoon wat minder met je. Maar ik kan daar prima mee dealen. Omdat het is een onderdeel van... Voor mij is het verhaal niet het allerbelangrijkste van deze game. Dit is... Het is een vehikel om de rol voor te sturen. Nou, inderdaad, dit is typisch zo'n game waar het verhaal een dienst bewijst aan de gameplay. In plaats van de gameplay die een dienst moet bewijzen aan het verhaal. Is het een Ubisoftje? Zo'n open wereld game? Een beetje. Ja, maar anders. Want hier ligt dusdanig wel ook... hier zit wel echt een balans in. Van enerzijds proberen ze een serieus en vaak iets wat afgezaagd verhaal te vertellen. Maar het is wel heel erg van, oké, zwart-wit en je hebt de survivors en dingen. En ze moeten een beetje een soort van grijs gebied creëren. Van, zij zijn de overlevenden en die andere gasten, dat zijn die militaire motherfuckers. Maar ja, dat betekent niet dat zij niks op hun geweten hebben en dat die militairen niet ook iets goeds doen. Weet je? Ja. Dus zo proberen ze een beetje een grijs gebied te creëren. Het is vrij wel... makkelijk doorheen te prikken op zich. Enigszins wel, maar toch, ook na 20, 25 uur had ik nog wel zoiets van, ja, heb ik nu de juiste keuze gemaakt? Door voor partij X te kiezen of partij Y te kiezen? Ja. Doe ik er niet verstandig aan om het nog te proberen terug te draaien? Ja. En door het feit dat ik op dat gebied toch nog af en toe aan het denken gezet werd, geeft gewoon voor mij aan dat het toch wel goed genoeg is. Hier zie je daar ook bijvoorbeeld een voorbeeld van. Je moet ergens heen om iemand te helpen, om iemand te redden. En je krijgt gewoon heel kort, heel snel de optie van, ga ik inderdaad naar binnen om dat meisje te redden, die van factie A is? Of word ik, terwijl ik nu gebeld word door een of andere gast van, er is een belangrijke meeting, draai ik om en ga ik hem helpen? Ja. Hij is dan van de peacekeepers, zij is van de survivors. Dus dat heeft dan invloed op hoe deze missie verloopt verder. Nou, is dat iets wat developers zo vaak mee strooien? Van ja, de keuzes die je maakt in de game, die hebben er toch een potje impact op wat je gaat doen. Ja. Die bieden Techland ook in deze game. Heb je het gevoel dat je hem misschien nog een keer zou kunnen overspelen en een totaal ander verhaal dan gaat beleven? Of? Nee, ik denk dat zij vooral heel mooi verkapt hebben gezegd in hun PR-woorden van je keuzes heeft impact op de wereld. Met als grootste voorbeeld dat stuk van de stad dat dan onder water liep. Ben ik overigens nog niet, daar ben ik nog niet. Dus dat is dan een kleine disclaimer. Het uitzicht vooral in, en dat is wat we ook al eerder hebben laten zien, van je kiest tussen facties, dus als jij factie A kiest, dan krijg je met de eerste keuze krijg je daar auto-alarmen of autobommen. Kies je factie B, dan krijg je meer ziplines in de stad. Ja, okay. Dus op die manier wordt de stad wel echt is veranderlijk. Maar het is niet dat je een ander verhaal gaat beleven, waarbij de ene dood gaat die de andere, weet ik dat soort dingen. Ik denk dat het verhaal zich aan het eind van de rit voornamelijk zal opsplitsen in twee delen van, oké, je hebt voornamelijk gekozen voor factie A, voor factie B, en dat zorgt voor deze uitkomst. Ja. Ik denk een grappige vraag die ik dan wil stellen aan Skate, want dat is ook meteen een goede manier om te toetsen in hoeverre dat die facties goed zijn uitgewerkt. In jouw keuze om bij het toebedelen van een bepaald gebied aan een bepaalde factie, heb jij vooral gekeken naar de upgrade die jij eruit haalde? Of was het ook meer van, oké, ik gun hun meer dit gebied, want dit past meer bij hun of zo? Dat was meer roleplay echt. Dat was een 33% keuze die ik uiteindelijk heb gedaan. Enerzijds, waar lag mijn empathie? Zeg maar, waar lag mijn sympathie, zeg maar, op dat moment, na het verhaal tot dat stuk te doorlopen te hebben, van, en wie gun ik dat gebied het meest? En de tweede 33% was van, oké, what's in it for me? Wat vind ik op dit moment, wat voegt meer toe aan de gameplay voor mij? Het grondgebeuren of het dak gebeuren en de lucht in kunnen gaan, weet je wel? En het derde deel was eigenlijk... Nou moet ik even nadenken, ik had het net in mijn hoofd. Wat past het best bij een factie misschien? En ook gewoon de verdeling van het gebied van de stad zelf. Want het noordelijke gebied was eigenlijk gewoon wat meer voor de survivors al. Ja. En het zuidelijke gebied, dat was dan wat meer peacekeepers. Ik dacht, uit strategische overwegingen, en als ik ze allebei nog te vriend wil houden zo lang mogelijk, als dat kan, doe ik er misschien verstandig aan om het noordelijke gedeelte meer kijken. Dat zie je inderdaad. Dat bovenste gedeelte aan de survivors te laten. En dat onderste gedeelte met het blauwe daar zitten de peacekeepers. Om dat dan wat meer naar de peacekeepers toe te trekken. En dan heb ik hopelijk gaandeweg een balans tussen genoeg shit op straat die mij kan helpen.
en genoeg dingen op de daken en die luchtschacht waarmee ik de lucht in kan vliegen en zo met mijn parachute. Maar wel wetende dat je niet alle upgrades van één factie zou kunnen vrijspelen. So it be. En ik sprak ook mensen in mijn chat die zeiden, nee, ik ben volledig voor de survivors gegaan. En ik ben volledig voor de peacekeepers gegaan. Nou ja, in ieder geval leuk dat de optie er is en dat niet iedereen eenduidig is in het maken van die keuzes. Ja. Graphics. Ik zat net even te kijken naar gameplay die Daan opgenomen heeft op de PC. Mm-hmm. Ik weet dat je een goede PC hebt. En de aantrekkingskracht voor mij voor deze game is dat ik vond het omgeving, ik vind het heel mooi gemaakt. Maar ik zag wel pop-up in de verte. Hm. Ik zag allemaal fletjes zo opeens omhoog schieten. Ja, er zijn wel eens momenten en volgens mij heb ik dat stukje footage dan niet erbij zitten. Mm-hmm. Er zijn wel eens momenten, dan loop je een hoek om, helemaal als je raytracing aan hebt staan. Ja. Dan switcht die soms even tussen raytracing off en raytracing on. En dat heeft een heel raar effect op de gebouwen, want die gebouwen moeten dan ook ineens opnieuw ingeladen worden. Ah, oké. Okay. Dus het is niet altijd even sterk, technisch. Dat neemt niet weg dat zeg maar de graphics over het algemeen, ja, weet je, ze doen wat ze moet doen. Ja. Weet je, het is sfeervol zat. En vooral, zeg maar, er zit een goed verschil tussen zeg maar, het noordelijke deel van de map. Ja. Wat dus vooral meer zeg maar, survivor-based is. Wat meer wat Europees-achtige bouwstijl, oude bouwstijl. En wat lagere gebouwen waar je overheen loopt te hoppen. Versus de central loop, dus het centrale deel van de stad. Het zuidelijke deel van de stad. Waar je meer hoogbouw hebt. Ja. En een hele andere manier van rondbanjeren door die wereld hebt. Want daar ben je ook heel veel met die glider bezig. Omdat daar meer van die windschachten of van die luchtschachten zijn. De gebouwen zijn hoger, dus het is lastig om daarop te klimmen. Maar als je eenmaal erboven bent, dan swing je met touwen en over balken en weet ik veel wat. Ben je van gebouw A naar gebouw B aan het gaan. Is dat een beetje Spider-Man gevoel? Want dat was wel echt een hele goede game als het ging om... Nee. Spider-Man is natuurlijk veel meer geënt op... Die game is gemaakt ook... Om te slingeren. Ja, dit is wat minder vloeiend. Mm-hmm. Maar ik ben ook geen Spider-Man, weet je wel. Ik ben, tuurlijk. Ik ben Aiden. Ik ben een guy die wel over bepaalde gaven beschikt. Of ja, gaven over bepaalde krachten die zich gaandeweg in de game zullen uiten. Daar zal ik niet te veel over uitweiden, maar... Er zijn, wat Daan eerder al zei, zowel Mia, mijn zusje, als ik, er zijn testen mee gedaan. Ja. Dus er is iets met mij, er is iets met ons. En dat ga je op een gegeven moment ook merken. Maar je kunt op een gegeven moment ook wel wallrunnen en dergelijke. Maar dat moet je wel vrij spelen. Aan het begin heb je die abilities niet allemaal. Dus door het vrij te spelen in je skill tree, in het parcoursgedeelte, kun je dan wel steeds meer... moves tot je beschikking krijgen. Ja. Maar ja, nee, gaat het zo soepel als in een Spider-Man game? Nee, de wereld is ook veel groter. En de gebouwen zijn niet allemaal zomaar gemaakt. Nee. Om het is al beter dan 1. Want 1 heb ik ook wel gespeeld, maar niet zo lang. Het was gewoon niet helemaal mijn ding. Maar met 2 is dat toch helemaal anders. Om de een of andere reden. Ik vermaak me echt enorm met deze game. Hoe is het qua RPG-elementen? Is dat diep genoeg voor jullie of is het light? Je ziet heel erg van... Oké, we hebben deel 1. En deel 1 was vooral een soort van lievelingetje bij het publiek. Omdat het gewoon lekker loltrappen was. En verder gewoon niet al te veel bezig hoeven te zijn met het verhaal en dergelijke. Mm-hmm. En dat ze hier daar gewoon wat meer van wilden maken... Zonder dat ze daar per se echt experts in zijn. Ja. Dat zorgt ervoor dat je nu wel weer zo de gebruikelijke... Net als de move die Assassin's Creed heeft gedaan... Naar iets meer RPG light, weet je. De stats en dergelijke van wapens had je al. Dus daar is niks veranderd. Hier zie je dat. Wat bijvoorbeeld wel anders is dat je wapens niet meer kan repareren. Dus het is echt... De durability van een wapen is de durability van een wapen. En als die op is, dan is die op. Dus ik heb bijvoorbeeld een hele mooie legendary schep. Leveltje 3. Een paar mooie mods opgezet. Heel leuk en aardig, maar als die kapot is, is die kapot. Dus het is ook nog eens een beetje... En sommige wapens werken beter in de nacht. En sommige wapens werken beter overdag. Dus het is wel geinig hoe je... Beetje nadenken, soms een beetje afweging moet maken. Ja. Ja. Sommige wapens zijn wat meer tegen mensen. Ja. Andere weer beter tegen zombies. Ja, ga ik mijn wapen gebruiken nu?
Of is dit wapen zo goed dat ik hem liever achter de hand hou voor een situatie waar het eigenlijk misschien net even wat moeilijker is. Je zei trouwens, range weapons, je hebt ook een boomstick. Een soort van gigantische revolverachtig ding. Heb ik nog niet gemaakt of niet kunnen maken. Ja, ik heb hem. Ja? Ja, ja, ja. En? Flinke knal? Ja, maar uiteindelijk, ik vind gewoon, zo'n two-handed samurai zwaard. Of een samurai zwaard, weet je wel. Want die heb ik helemaal venomous gemaakt, een samurai zwaard. Ja. Gewoon aan de tip, aan de grip en noem het allemaal op. Venom. Ja, ja, ja. En je merkt dan gewoon, als je op een gegeven moment een paar goede chops, dan zie je die gasten gewoon poisoned worden. En en terwijl ik tegelijkertijd ook weet van, kut, maar ik moet ze niet op Jan en Anderman loslaten, want je ziet die durability teruglopen. Straks is het de doei samurai zwaard, weet je wel, de katana. Dus je bent wel constant aan het nadenken over, dit zwaard wil ik voorlopig nog wel gebruiken. Aan de andere kant, je vindt dan toch weer een level 42 zwaard of axe of wat dan ook, hammer. Ja. Die dan uiteindelijk jou toch weer verder gaat brengen, verderop in de game. Ja. Dus uiteindelijk moet je niet te attached raken aan wapens, want je weet toch dat je steeds weer nieuwe, betere wapens en ook betere armor krijgt. Het is grappig, want die dynamiek ligt net even anders dan deel 1. Want daar was je heel erg van, ik heb een favoriet wapen, ik wil dat deze blijft. En hier, omdat je ook best wel veel spulletjes alleen maar aan het looten bent en op die manier best wel veel valuables aan het verkopen bent, heb je vaak genoeg geld en kun je constant bezig zijn van, ik koop nu even die, want dat is wel chill. En die wapens die blijven ook wel, als je gewoon lekker vaak bij van die vendors langsloopt, dan, hij heeft een paars wapentje, dat is wel lekker nu even, want dan kan ik de komende 20 minuten weer mee vooruit, want anders heb ik alleen maar kutwapens in mijn inventory. Ja. Die 500 uur, dat was een beetje dom van ze, want iedereen schrok zich helemaal de pleuris. Uiteindelijk zeggen ze, binnen 80 uur moet je dit wel kunnen uitspelen. We hebben het hier heel vaak over dat, even kijken hoor, dan moet ik het goed zeggen. Dat bijvoorbeeld in Ubisoft, die komen altijd met kwantiteit. Groot, moet kijken hoe groot het. En uiteindelijk speel je maar 40% en dan ben je er helemaal klaar mee, omdat gewoon er heel veel fillers in zitten. Waar zit dit een beetje binnen het spectrum kwantiteit, kwaliteit? 50-50. Ja. Want ik hoor ook mensen die zeggen van, ik ben begonnen met die game en ik ben gewoon maar eens een kant op gegaan. En ik vermaak me uitstekend, weet je wel. Ja. Er is een hoop te doen. Hoe zit dat? Dat is helemaal waar. Je komt meer dan genoeg verschillende activiteiten tegen die uiteindelijk neerkomen op hetzelfde. Hè? Smash al die zombies en looten de hele boel en dan ben je daar klaar. Dat neemt niet weg dat het wel. Ik zit gewoon nog heel erg in de fase van alles wat ik doe aan beuken en sneaken en runnen en parkouren, weet ik veel wat allemaal. Dat blijf ik leuk vinden, ongeacht of het activiteit A of activiteit B is. Weet je, of het nou een of andere hoge brug is waar ik een supply drop vind, of dat het gewoon een bandit camp is die ik gewoon, dat ik op een gegeven moment denk van, fuck die stealth. Ik ga gewoon helemaal hem op al die gasten. En dit is trouwens ook, hier kom ik straks ook met een leuke move, want je speelt natuurlijk al die moves vrij. Dus dat zorgt er ook weer voor dat je gameplay constant een beetje fun blijft. Nou, hier is een goede smash. Gewoon goede smash. Goede smash rocket op zijn hoofd. Maar je hebt die vrijheid. Ja, er is veel content. Is het filler? Ja, je zou kunnen zeggen ja, want het is niet dat er heel speciaal, dat elk gebied heel anders aanvoelt, ondanks dat de activiteit hetzelfde is. Nee, want verspreid over de stad zie je ook nog wel veel van dezelfde soort activiteiten. Ja, dat is vaak het probleem, hè? Van constant diezelfde kampjes je hebt binnen het heel heen. Veel van die winkels waar je 's nachts naar binnen kan en wat uiteindelijk neerkomt om, je vindt zo'n GRE cache, want daar zit zo'n upgrade materiaaltje in. Ja, en dat ga je gewoon vaak tegenkomen. Neem niet weg dat je jezelf upgraden wel lekker is in deze game. Ja. En ook best wel belangrijk. Ja, dus het voelt niet als een grind om al die gebouwtjes af te gaan. Maar ze hadden natuurlijk ook gewoon de helft kunnen doen en dan gewoon wat sneller level. En nou krijgt hij echt een trap voor zijn bek. Boom! Toedeledokie! Het gaat af en toe, die ragdoll physics zijn af en toe wel een beetje iffy. Maar wel op een leuke manier. Vind ik ook. Het is niet realistisch. Ja, deze game is nou eenmaal niet bepaald realistisch. Nee. Weet je wel. Nu komen we natuurlijk een beetje aan het heikele punt. Ik heb natuurlijk, ik kijk altijd even op Metacritic en dat soort dingen allemaal. En dan zie je dus gewoon, er zijn sites die geven het, of media outlets die geven het 9, zelfs 1,5. En je hebt mensen die geven het, volgens mij het laagste wat ik gezien heb, een 5 of zo. Zag ik zelfs lang. Ja, nou, als er zoveel punten tussen zitten, dan weet ik dus, daar hebben we weer de smaakfactor. Nee, ik zag ook langs, hoe heet dat?
DRM, dat speelde een rol. En hoe heet dat? Van Lenovo? Nee. Ja, Dunovo, ja. Inderdaad. Ja, nee, en, ik heb dat helemaal niet eens gezien. De Italiaanse taal zit er niet in. Dus Italianen zijn boos. En Nederlanders ook. Nee, waarom zitten er geen Nederlandse... Nou, omdat wij Nederlanders willen het niet. Bandietenkamp veroveren. Ja, precies. Maar Italianen kunnen dus blijkbaar niet dat Engelsen dat trekken. Ze voelen zich nu minder waardig. Maar goed, als er zoveel punten tussen zitten... dan is het inderdaad exact waar jij mee begon. Dan is het een smaakding ten opzichte van de kwaliteit... de objectieve kwaliteit van de techniek erachter. Nou, en we hebben het er al zo vaak over gehad van... games, het is en blijft een smaakding. Je kunt niet wetenschappelijk een rekensommetje ophalen. En soms zegt persoon A, die game, er zaten zoveel bugs in. Ik vond het onspeelbaar. En die andere zegt, ja, er zaten bugs in. Maar ik heb toch een potje lol ermee gehad, weet je wel. Want ik vond het gewoon hartstikke leuk. Dus ik ben gewoon heel benieuwd nu. Heb je plezier? Kon je door de wat mindere de gameplay foutjes en dat soort dingen... het verhaal wat niet super, super was, toch... gewoon een hele goede tijd mee hebben. Ik was heel bang dat ze na deel 1... en afgaande ook op de beelden die we hadden gezien... in aanloop naar de launch en überhaupt de afgelopen jaren... dat ze zichzelf net even te serieus wilden nemen. Dat de nadruk in deel 1 nog heel erg lag op het lol. En fuck it, we doen het gewoon. En deel 2 zou dan heel erg moeten draaien om het verhaal en weet ik veel wat. Ondanks dat heel veel van die dingen niet de boventoon voeren in deze game... is die lol, die kern, is er nog steeds. En dat maakt het voor mij een subjectief fucking goede game. Okay. Betekent dat de manier waarop het verhaal geschreven is... de manier waarop al die onderdeeltjes zijn uitgewerkt... En dat je nog een keertje een foutje maakt met het springen... of dat de melee niet van het niveautje Dark Souls is... maar eerder van een niveautje Skyrim... of dat het sneaken niet altijd even lekker werkt. Doet dat er dan toe... In zekere zin wel. Haalt mij dat uit die ervaring? Absoluut niet. Dus, die kern, die lol. Ja. En nog steeds wel met een prima verhaal... waar je nog wel enigszins met sympathie... en dat je wel moet kijken ook wat die upgrades waard zijn. Dus die dingen die ze hebben toegevoegd... waardoor het potentieel echt een fucking goede game zou zijn... ook objectief gezien. Ja, dat misschien hebben ze dat gewoon niet helemaal in de vingers. Nee. Maar dat neemt niet weg dat de lol die ze... de kern die ze uit één wel hebben door weten te hevelen naar deel 2... dat het gewoon nog steeds staat als een huis. Ja. Ja, wat ik gewoon altijd een beetje heb bij dit soort games, de open wereld games, waar mijn liefde ligt hier niet meer zo, zeg maar, weet je wel? En is het ook omdat het gewoon... er zoveel van uitkomt? Je bent toch vaak dat tegenwoordig voelen al dit soort werelden een beetje als eenheidsworst. Want je hebt een groot open wereld en je hebt een twintigtal activiteiten die je kan doen. Ja, en verder, dat voelt allemaal een beetje als filler om het verhaal te doorlopen. En ergens kan je deze game daar ook onder scharen. Ja, want er zitten ook identieke dingen aan. Bijvoorbeeld een Far Cry met je camera. Eerst een gebouw even checken. Waar zitten de vijanden? Ja. Die spot je dan allemaal. Dat typisch dat Far Cry gebeuren. Maar haal ik deze sprong of haal ik deze sprong niet? Maar natuurlijk haal je deze sprong. Nou, dat ja hoor, jij kan dat. Doe het. Ja, easy. Net niet. Oh shit, oké. Okay. Maar niet dood. Maar wat ik wil zeggen, kijk, mijn liefde is gewoon, ja, die is er niet meer zo. En er zit een soort sweet spot meestal bij dit soort games. Ik begin er dan aan en dan na een uurtje of 10 word ik er of in meegezogen of heb ik het wel gezien en laat ik het links liggen. Deze game wil ik gewoon uitspelen. En ik pak ook nog de nodige sidequests erbij. I don't care. Ik begon wel zo, kut. Alleen maar main quest doen. En dan ga ik het in 30 uurtjes denk ik wel redden. Maar dan loop je toch weer tegen die zo'n side mission aan. Dan is er weer zo'n weerloze survivor die door 3 gasten in zijn poepert genomen wordt. En dan wil je die ook weer even redden. En dan krijg je dan ook weer iets voor terug. Weet dan je hoor je ineens weer GRE cash nearby. En denk je, fuck, ik moet mezelf nog upgraden. Dus laat ik hier naar binnen gaan. Precies, ja. Om weer je health te verbeteren. Om je stamina te verbeteren. Dus en dan ook weer gewoon wapens die je op een leuke manier kunt uitbreiden. Met fire, met shock, met venom, noem het allemaal maar op. En dus ik had op een gegeven moment ook na 30 uur nog zoiets van... Ik ga dit gewoon... Finish. Till the end. Ik ga gewoon... Weet je, maar dat hoor je sowieso te doen, Skate. Weet je, ja, maar laten we wel even realistisch zijn. Als je 3-4 dagen hebt. Er zit maar 24 uur in een dag. Ja. Ik heb echt gewoon mijn best gedaan om zo ver mogelijk te komen. We zijn er nog niet, maar ik heb meer dan genoeg gezien. Ik vind wel bij een open wereld game... als je 30 uur speelt en je vindt er dan geen hol aan... dan gaat het
daarna ook niet meer leuk worden. Nee. Dat is echt, echt onzin. Ik bedoel, er zal altijd nog iets speciaals gebeuren aan maar het dan 40 uur in de game wordt het pas leuk. Nou, ja, maar bullshit. Op, man. Weet ja. Je wel, daar heb ik allemaal geen tijd voor. Nee. Kom. Maar is het dan, denk je, handig gewijs dat dit op 4 februari zit en niet bijvoorbeeld halverwege februari? Want dit is wel de opening. Hè? Ik bedoel, je hebt Sifu als concurrent. Ja. Maar verder rest heb je nog niet zoveel concurrent. Maar straks heb je misschien wat meer games die iedereen wil. De Elden Rings komen eraan. Ja. Horizon komt eraan. Destiny. Ja. Destiny aan. Total War. Had je hem dan nog steeds? Ja, dat kan je moeilijk zeggen. Want je weet natuurlijk niet. Nu is het gewoon een hele mooie filler, opener van een, een laatste week van februari waar het echt tyfus moeilijk wordt om de shit de laatste om twee de tijd weken. Te verdelen. Ja. Vanaf de 17e gaat het los met al die andere games. Ja. Nu heb jij gewoon lekker 2 weken ik de kan tijd. Er 2 weken nog losgaan en dan heb ik het ook wel gezien, denk ik. Ja, ja, same here. Raad jij het ook dan iedereen aan die van open wereld games houdt? Of zeg je van, nou, wacht even, er zijn wel, je moet wel een beetje hetzelfde zijn als mij, dat je over bepaalde dingen nakomt. Want ik lees heel veel mensen die toch zeggen van, ja, nee, ik zie wel dat de dingen niet oké zijn, maar ik heb er plezier mee. Ja, en dit is echt een typische pleziergame. Ja. Het voelt ook wel duidelijk de boventoon. En als je deze game, ik weet niet, je moet natuurlijk wel weten waar je aan begint, hè? Ja. Ik bedoel, en als je dat niet weet en je denkt van, ja, maar dat vind ik niet helemaal fijn werken en dat is ook niet helemaal goed uitgewerkt. Dat verhaal dat ik ook graag wat sterker willen hebben. Dan had je sowieso eigenlijk al niet aan deze game moeten beginnen, denk ik. Maar als zelfs ik om ben, daar waar ik eigenlijk helemaal niet zulke hoge verwachtingen van deze game had, dan wil dat toch ook wel iets zeggen, denk ik. Weet ik ga persoonlijk gaan wachten tot die op de Game Pass is. En meestal is dat vrij snel. Techland heeft een goede band met Xbox. Want dat parcours en toch alleen maar hand-to-hand, had ik liever voor mijn eigen smaak iets anders gezien. Dan verandert dat de hele dynamiek van zo'n game, weet je wel. Jij kan ook, bijvoorbeeld als je koop gaat spelen, jij kan ook die gast zijn die juist zegt, als jullie gaan vechten, je speelt nooit koop, man. Nee, natuurlijk niet. Ja, maar, ik heb geen vrienden. Dus, ik ga de hele tijd met pijl en boog spelen. Ik ga juist zoveel mogelijk dat combat ontlopen door me alleen maar over de daken voor te bewegen. Ja. Dus je kan zelf nog wel je balans daarin vinden. Overigens moet nog wel één ding gezegd worden. En dat was wel een punt van kritiek wat veel mensen hebben geuit. En wat ze niet in veel andere media hebben gelezen en gehoord. Op de console tikt deze op 4K 30 fps aan. Mm-hmm. Ai. En daar worden veel mensen niet blij van. Hey, een beetje een Pools probleem is dat, hè? Dat ze het altijd op de PC redelijk goed hebben, maar op de consoles dan gewoon lukt het allemaal wat minder. Dit zijn games die in eerste instantie op PC worden. Ja, nee, je ziet ook duidelijk dat dit een soort van PC-based game is in heel veel opzichten. De kop is eraf van februari, dames en heren. Dying Light 2 Stay Human is de eerste game van Fabulous February. Er gaan we nog vele volgen. Daan gaat voorlopig dit nog even spelen. Nou, ik denk dat ik vanavond dan een kleine koopsessie met de man links van mij doe. Wij gaan zeker even weer kopen. Wij gaan zeker even kopen. Op stream, live. Ja, dat weten mensen. Dat gaan mensen toch niet meer niet zien. Bij mij in ieder geval. Nee. Goed. Het is weer aan jullie wat jullie ermee doen. En laat even weten als je Dying Light 2 hebt gekocht, wat jij ervan vindt. Het is op Steam echt op dit moment een bestseller. Het is de best verkopende zombie game ooit op Steam. Zo. Dat is een mooi begin. En binnenkort deze week ook Sifu en Olly Olly World nog als review. So.